Dit is Mijn Lied, is een podcast van NPO Radio 5 en de EO. Maar toen ineens, alles voetzie. Hallo, dacht ik, dit was niet de bedoeling. Ik was toch de aanbiddingsleider hier? Wat heb ik eigenlijk nog te doen? When the music fades, and all is stripped away, and I simply... Bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Ja, een van de belangrijkste redenen om me bij deze gemeente aan te sluiten, dat was denk ik toch wel de supergoeie band. Ik had ook gehoord dat Matt Redman regelmatig de aanbidding leidde. En ja, die kende ik wel, want die is heel beroemd. Dus ik dacht, dat zit wel goed. En ja, je wilt toch wel iedere zondag geïnspireerd worden, toch? Ik bedoel, mijn hele jeugd heb ik zondags naar het orgel moeten luisteren. Dus ja, ik was wel toe aan een iets modernere sound. En in het begin ging dat hartstikke goed. Vette muziek, goede worship. Ik kwam echt opgebouwd uit de samenkomst. Maar toen ineens, alles voetzie. Ik wist niet zo goed wat me overkwam. Want ja, de band was weg, de instrumenten die stonden er niet meer... En de aanbiddingsleiders zaten gewoon op een stoel, zo, tussen ons in. Daar zaten we dan, met niets. Hallo, dacht ik, dit was niet de bedoeling. De muziek vervaagt, langzaam wordt het stil. En dan kom ik bij u. Met mijn grootste wens. Iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Ik geef u meer dan... De muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Zo klinkt de bekende eerste regel van het geliefde opwekkingslied Hart van Aanbidding, geschreven door de Engelse aanbiddingsleider Matt Redman. Maar wat betekenen deze woorden eigenlijk? Hoezo de muziek vervaagt, langzaam wordt het stil. We beginnen net aan een lied. Waarom wordt het dan stil? Aan het woord is eerst Matt Redman zelf. I guess it's really about focusing in on what it means to worship. What is it all about? What's the purpose of this? Ik denk dat het lied Hart van Aanbidding ten diepste gaat over wat het nou betekent om te aanbidden. Waar gaat het om? Wat is het doel? Uiteindelijk schreef ik dit lied om te zeggen, laten we alles wat er niet toe doet aan de kant zetten. We zijn zo druk met onze instrumenten en met het componeren van muziek. Maar zijn onze ogen nog wel op God gericht? Songwriting and style, but what it's all about. And it's really just lifting your eyes up towards God. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. In de tijd dat Matt Redman dit lied componeerde, was hij aangesloten bij de Soul Survivor gemeente in Watford. De voorganger van deze gemeente ervaarde een leegte in de harten van zijn gemeenteleden als het ging om de aanbidding. Het podium stond weliswaar vol met de mooiste instrumenten en de beste worship leaders waren aangetrokken om de aanbidding te leiden. Maar hij had het idee dat al dat uiterlijk vertoon belangrijker was geworden dan de aanbidding zelf. En daarom gaf hij de opdracht om alle instrumenten te verwijderen en alle zangleiders op non-actief te zetten. Er klonk dus even helemaal niets meer. En vandaar die regel, de muziek vervaagt. Langzaam wordt het stil. Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om u. Oh,
heb zo'n spijt van, ik ermee omging, want het gaat over nu. Kom u alleen, Jezus. Doordat alle randzaken aan de kant waren gezet, bleven alleen de stemmen over. En hierdoor werden de mensen als vanzelf weer bepaald bij wat echt belangrijk was. Een hart dat volkomen gericht was op God. Het lied zegt weliswaar, dan kom ik bij u met mijn grootste wens iets te geven, Heer, waar u blij mee bent. Maar deze wens ontstond pas echt toen alleen de stemmen overbleven en ze verder nergens door werden afgeleid. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and I'm poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you. Voor Matt Redman zelf was het best even schrikken. In feite was hij als aanbiddingsleider werkloos geworden. En merkte hij dat de gemeente juist zonder hem tot het hart van aanbidding was gekomen. En dat was een belangrijke les voor hem, die hij tot op de dag van vandaag koestert. Als zangleider ben je slechts een instrument in de handen van God. En ben je er uitsluitend om hem alle eer te geven. Hij ontdekte toen ook dat ook de muziek, het lied, niet het ultieme doel is. Voor God is niet belangrijk hoe geweldig het lied klinkt, maar hoe liefdevol ons hart is. Matt Redman zegt hier zelf het volgende over. And to be honest, the first week it was a little bit awkward. It was like, and I was thinking like, what's my job? You know, I used to be the music leader here. In het begin was het allemaal behoorlijk ongemakkelijk. Ik dacht, ik was toch de aanbiddingsleider hier? Wat heb ik eigenlijk nog te doen? En daardoor begon ik mezelf vragen te stellen. Wat waren mijn echte motieven toen ik op het podium stond? Deed ik dat om te dienen of stond ik daar mijn eigen showtje op te voeren? Het werd uiteindelijk een belangrijke periode in mijn leven. Zowel als muzikant en als aanbiddingsleider. Het zorgde ervoor dat ik ging snappen waar het echt om moest gaan. Daarom schreef ik de tekst, de muziek vervaagt. Alles is aan de kant gezet. Hier ben ik. Heel eenvoudig, zonder poespas. Ik verlang ernaar om u iets te geven wat echte waarde heeft. Iets wat ervoor zorgt dat uw naam geprezen wordt. Ik kom weer terug bij het hart van aanbidding. En dan gaat het om u. Alleen maar om u, Jezus. And I simply come longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. And then the chorus says, I'm coming back to the heart of worship. Hoe was het eigenlijk om dit lied in het Nederlands te vertalen? De Nederlandse componist en tekstdichter Peter van Essen kreeg de opdracht om de vertaling te maken en vertelt daar het volgende over. Ik ben Peter van Essen. Ik heb een aantal Engelse liederen in de opwekkingsbundel vertaald. En ook het lied The Heart of Worship van Matt Redman. Dat heb ik met heel veel plezier en overtuiging vertaald, omdat het erg bij me klikt qua inhoud. Het gaat echt om het hart van aanbidding. En soms worden we verleid als aanbiddingsleiders om toch meer bezig te zijn met hoe komt het over. Doe ik het goed als aanbiddingsleider of als vertaler of als liedschrijver? En dat was met Matt Redman dus ook het geval. Hij heeft het ook verteld dat hij zichzelf erop betrapte. Dat hij op een gegeven moment toch meer bezig was met hoe komt het over op de mensen. Vinden ze het mooi wat ik doe? Word ik gewaardeerd? Dan dat hij echt bezig was met het aanbidden van God. En dat is eigenlijk de kern van dit lied, het hart van aanbidding.
wat erover gaat, over die verleiding, dat we eigenlijk meer bezig zijn met onszelf dan met God. En hij zegt, dat wil ik niet. Ik wil dat niet meer. Ik wil terug naar het hart van aanbidding. En dan gaat het maar om één ding. En dan gaat het om Jezus. Dat Jezus wordt verhoogd. En dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd om te vertalen. Dat is ook goed gelukt, denk ik. Want het is altijd moeilijk, omdat in Engels zeg je de dingen wat compacter. En dat moet je dan zien over te brengen op het Nederlands. En dat is best altijd wel even een klus. Maar het is denk ik in dit geval goed gelukt. Aanbiddingsleider ben je eigenlijk onderdeel van een heel team, niet alleen van het aanbiddingsteam, maar ook van de hele gemeente. Je bent eigenlijk als het ware onderdeel van één groot team en ook de gemeente is daar onderdeel van. En jij mag dat dan als aanbiddingsleider, mag je dat dan leiden, die goede banen leiden, maar het is een dienende taak. Het is een bediening, wordt ook wel gezegd, of een ministry. En dan gaat het niet om jou, maar dan gaat het echt om de mensen in de aanwezigheid van God te brengen. Ja, mijn vrouw en ik leiden een huis van aanbidding waar we elke dag God aanbidden. En dan gaat het ons maar om één ding en dat is om de aanwezigheid van Jezus, om zijn tegenwoordigheid. En dan gebeuren er hele geweldige dingen. En dat is ook wat er kan gebeuren als je met elkaar God gaat aanbidden. Dat Hij komt, dat Hij je hart aanraakt, dat Hij mensen verandert. En dat mag onze focus zijn als aanbiddingsleider. En dat is dus ook de boodschap van dit lied. Ik geef u meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij, dwars door de buitenkant heen. De grond, het diepste van mijn hart. I'm gonna lift him up. I said I'm gonna praise his name. Vervaagt, langzaam wordt het stil. Mooi om dat te ervaren. Het lied brengt ons dicht bij het hart van aanbidding. Bij het hart van God, de beste plek die er is. Het is inmiddels in vele talen vertaald. Wat dacht je van deze vertaling in het Spaans? Of wat dacht je van deze vertaling in het Chinees? Al met al een wonderschoon lied dat zeker een evergreen in de worship is en zal blijven. Ik denk dat het nog heel lang van grote betekenis zal zijn.
Heeft deze podcast je geraakt? En ken je iemand die je met deze podcast kunt bemoedigen? Deel deze podcast dan met hem of haar. En zou je de podcast willen liken in de podcast-app? Dan zijn wij makkelijker te vinden door andere luisteraars. Heb jij ook een bijzonder verhaal bij een lied? Of een lied dat veel voor je heeft betekend? Deel het dan met ons. We vinden het fijn om je verhaal te horen. Mail ons op nederlandzingt@eo.nl. Dit was een podcast van NPO Radio 5 en EO.